Mijn naam is Evie Ramax en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je vandaag zien dat je deze XL powerbank kunt maken. Dus ik zou zeggen, ben je benieuwd naar deze video? Doe dan al deze duimpjes omhoog. En als je meer van mijn video's wil zien, vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En zie ik jullie naar de intro. Ja, in deze video gaan we dus deze XL powerbank maken. En deze XL powerbank is niet zomaar een powerbank, maar een speciale powerbank. Je kunt namelijk zowel je telefoon opladen, ofwel 5 volt output, of hij heeft hier aan de zijkant een 12 volt output. Oftewel, je kunt kiezen of je iets met 12 volt of met 5 volt wil opladen. Allemaal in één powerbank. Aan de binnenkant, heel simpel, bestaat hij uit één accu. En die zorgt ervoor dat je telefoon dus vol gaat worden. En je kunt hier ongeveer 4 à 5 keer jouw telefoon mee gaan opladen. Nou, genoeg gepraat, laten we beginnen met hoe ik deze box heb gemaakt. Ja, en wat heb je nou nodig voor deze XL powerbank? Als eerste natuurlijk een behuizing waar we alles in gaan zetten. En ik kies ervoor om dit te doen in deze stalen behuizing. En dat is een oud sleutelkluisje wat ik niet meer gebruik. Maar je kunt natuurlijk voor gaan voor wat je wil. Je kunt een box van plastic halen, je kunt een houten box maken, etcetera, etcetera. Net waar jij fijn vindt om te gaan gebruiken. Vervolgens heb ik 2 schakelaars op te zetten om de stroom aan en uit te zetten. In het midden zit een niveau aan die laat zien hoe vol de batterij is. Dan kun je kijken of je nog genoeg erin hebt zitten. En daarbovenaan heb ik een output zitten van 12 volt. Zodat je bijvoorbeeld een coolbox kunt erin gaan zetten. En dus 2 keer een USB output. Nou, alle dingen die ik heb gebruikt staan hier onderaan de videobeschrijving. Dus kijk er gerust even op, dan kun je deze materialen zelf ook halen. Nou, vervolgens heb ik alle gaten geboord en in mijn geval heb ik handig gebruik gemaakt van deze stappenboor. En met de stappenboor kun je heel simpel gaten gaan maken in verschillende grootte. Nou, die kun je in China bestellen en ik zal ook wat linkjes in de beschrijving zetten van waar ik de boor heb gehaald. En ik vind ze ontzettend fijn werken. Ik moet er wel bij zeggen dat er een vrij grote brama aan de onderkant overblijft. Dus ik zou wel willen aanraden om het goed schoon te schuren om zo te zorgen dat er geen bramen zullen komen en je vingers niet kunt gaan baseren. Vervolgens heb ik alle componenten ingezet, goed vastgedraaid en met een beetje secondenlijm vastgeplakt. En vervolgens kon ik de elektronica eraan plaatsen. En de elektronica die is eigenlijk vrij simpel. Als eerste hebben we hier de batterij in zitten, de accu dus. En je kunt eigenlijk elke accu voor gebruiken die je wil. Ik had voor deze accu, maar je kunt er voor een auto accu gaan, etcetera, etcetera, als ze maar 12 volt heeft. Vervolgens gaat de plusdraad richting onze schakelaar. Met een jump connector, zodat ik hem ook af kan halen mocht ik stroom eraf willen halen. Vervolgens van onze schakelaar naar ons 12 volt device. Dan gaat er één draadje naar onze batterijniveau. En vervolgens gaat hij weer de min in van de accu. Oftewel, we zullen een mooie loop gaan krijgen. Ik zal ook even een schemaatje in beeld brengen. En dit is het schema wat ik hiervoor heb gebruikt. Maar ik moet zeggen, je kunt natuurlijk zelf kiezen wat je zelf fijn vindt. Eventueel kun je dingen bijzetten, afhalen, etcetera, etcetera. Dan zijn we bij de powerbank aankomen. Heel simpel heb ik aan de zijkant 2 PVC-rolletjes gehouden, dat de accu goed stevig zit. Ja, en dan kunnen wij hem gaan gebruiken. Maar deze kun je met je meenemen. Ik zou wel een grote koffer meenemen, want hij is natuurlijk best wel groot. Maar je kunt ook in je auto ophangen, et cetera, et cetera. Net waar jij zelf wil. Dan zul je altijd stroom bij je hebben wanneer je nodig hebt. En ik moet zeggen, ik vind hem echt heel makkelijk om te maken. En ik denk dat ik hem ook vaak ga gebruiken. Nou, in mijn geval heb ik een 12 volt in de accu in zitten van 7 ampère. En ongeveer kan ik daar zo'n 4 à 5 keer mijn telefoon mee ophalen. Althans, dat zijn de theoretische cijfers. Dus ik ben heel benieuwd wat in de praktijk daadwerkelijk het aantal gaat worden. Nou, mocht je nog vragen hebben of mocht je nog meer informatie willen weten, ga dan even naar de videobeschrijving hier beneden. Daar kun je mee in contact komen. Of laat natuurlijk even een reactie onderaan. Ja, die heel graag willen beantwoorden. Nou, mocht je deze zelf willen maken, laat even een toffe foto achter als je hem hebt gemaakt op mijn Instagram account. Dan ga ik die zeker met jullie allemaal delen. Voor nu zou ik zeggen, geniet er vast van het zomerse weer. En ik zie jullie volgende week terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Houdoe en bedankt. Zelf kunt maken. Dus ik zou zeggen, heb je zin in deze... Auw. Ah, zo. Ja, en dan heb je eigenlijk heel simpel je eigen powerbox DIY. Nee. Ja, en dan is dit dus de powerbank XL oplaadbox.